Het is een zeer familiaal bedrijf. Iedereen is hier welkom en wordt ook onmiddellijk aangezien als familie. We kennen elkaar eigenlijk van binnen naar buiten uit. Alessio de Kok, ben technieker bij de firma Ceratec en de divisie van security. Mijn job houdt voornamelijk in dat wij ter plaatse bij de klanten gaan. Voornamelijk gaat dat over alarminstallaties, camerasystemen, toegangscontrole en brandinstallaties. Het is ondertussen 4 jaar geleden dat ik begonnen ben bij de firma. En mijn specialisatiejaar is vol. Heb ik ook mijn stage hier gedaan bij security. Onmiddellijk na het afstuderen heb ik eigenlijk onmiddellijk contact opgenomen met Ceratec. En was ik ook meer dan welkom, zoveel later of niet, ervaring of geen ervaring. Je bent zeker welkom en op vlak van opleidingen gebeurt dat ook intern en extern. Voornamelijk intern in het begin, dat de andere collega's je alles uitleggen van welke systemen we installeren, hoe dat je daar een service moet op aanbieden. Ik ben eigenlijk eerst begonnen als installateur, dus dat was eigenlijk voornamelijk de fysieke werken. En nadien ben ik eigenlijk begonnen als servicetechnieker, dan sta je meer verantwoordelijk voor de programmatie in plaats van de fysieke werken. Soms komt dat er natuurlijk wel nog eens tussen als er eens iets extra moet bijkomen van werk of zo. Ik neem altijd materiaal mee voor de installaties ook uit te voeren als nodig is. Als je echt wel de ladder omhoog klimmen, zeg maar, dan is dat zeker mogelijk. Als je toont wat je in petto hebt en je ziet het zitten, dan is dat geen probleem. Je kan van technieker tot projectleider tot ja, nog verder eigenlijk gaan. En dat maakt het wel leuk. Dat kan ook eigenlijk je eigen een beetje uitdagen om toch goed je best te doen.